Wij vinden dat er veel meer investeringen nodig zijn om dat klimaatbeleid haalbaar en betaalbaar te maken, zoals onze minister en onze vijanden. Ja, want ze zegt toch zelf, ik wil geen sociaal bloedbad. Klopt, maar dan moet je daar ook durven voor investeren. En wat zien wij? Dat deze Vlaamse regering dat eigenlijk toch nog echt met slepende voeten doet. En dat er wel heel vlot garanties gaan voor nieuwe investeringen van fossiele bedrijven als Ineos. Ja. Of dat er heel vlot klimaatbonussen worden gegeven aan bedrijven. Het is jaarlijkse gewoonte dat het geld dat komt van de Europese emissiehandel, komt naar België, naar Vlaanderen, wordt heel vaak naar vooral de zware industrie doorgestuurd, maar met amper klimaatcriteria eraan verbonden. Ook met de bedoeling natuurlijk om die te vergroenen. En wat dan met het argument van de werkgelegenheid? Want die bedrijven aantrekken zorgt natuurlijk voor werk, voor groei, voor economie. Ja, klopt. Maar net daarom dat het belangrijk is om ook die bedrijven te stuwen en te begeleiden richting die transitie. Omdat we anders binnen afzienbare tijd echt met grote problemen gaan zitten. Ja. Namelijk dat heel wat van die nieuwe bedrijven, we hebben het bijvoorbeeld over batterijfabrieken of maakindustrie, de kennisindustrie, dat die zich in andere landen gaan vestigen. Dus mogen we zo ver gaan om te zeggen, de bedrijven doen eigenlijk beter hun best dan de politiek? Ja, je kan dat misschien niet zo in zijn algemeenheid stellen, maar wij merken wel binnen de bedrijfswereld dat de geesten, denk ik, al meer gerijpt zijn dan binnen de politiek, of toch zeker bij de Vlaamse regering.